Bewoners van het dorp Langatabiki in het district Marowijne hoeven zich geen zorgen meer te maken over schoon drinkwater. Ze hebben sinds kort een nieuwe waterzuiveringsinstallatie ontvangen van Newmont Suriname. Door dit systeem wordt water vanuit de rivier gezuiverd en doorgepompt naar meerdere kranen in het dorp. De gemeenschap heeft dit verzoek eerder gedaan bij het bedrijf, omdat het rivierwater vervuild is. Na een aantal gesprekken met plaatselijke gemeenschap heeft het Community Development Fund van Newmont het project voor iets meer dan $160.000 gefinancierd. De werkzaamheden zijn in mei gestart en zijn de vorige week afgerond. Een van de dorpelingen van Langatabiki vindt het waterzuiveringssysteem meer dan noodzakelijk. Ik vind een boom dat deze man vindt water voor gebruik als asso en aliba in Egualiba. Ik vind water in een dorp bij Pikinenge, Gansama, Kamiki gebruik vind. In een dorp de belangrijkste zijn is dat we hebben in een dorp na watanga fire. Dit zijn de belangrijkste zaken. Want als je hebt, dan is het zeker dat je APC en Kengi. En Kengi, dit zijn de zaken die je moet betalen, en dat is een change voor APC. Dus ik vind een tumshi van nodig. Omdat er vaak genoeg geen diesel is voor de stroomgenerator in het dorp, is er gekozen voor een zonnepaneelsysteem, waardoor het waterzuiveringssysteem de hele dag kan doordraaien. Volgens de dorpeling was er eerder een soortgelijk model. Echter is dit tijdens de Binnenlandse Oorlog vernietigd. Wel, Foshi hebben deze taak denzamen voor landen, de potiwan. Maar baka die de poten wan tuyari, if you go na baka si de yeshi, taki wan wansani beseti voor watra. Maar baka dati dan ko taki ko forala Binnenlandse Oorlog die bekon, dala desan de bekon pori. De pori helemaal dan una bij abidens aan de mode, sama bij abidens aan de mode. Na liba watra. Tot zover een van de dorpsbewoners van Langatabiki. Hij is niet als andere dorpelingen zeer verheugd met het nieuwe waterzuiveringssysteem dat Newmont Suriname heeft geschonken aan de plaatselijke gemeenschap.